Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik mis je. Ook vandaag heb ik een gast waar ik een gesprek mee aanga. En dat is Kokkie Slagmolen. Welkom Kokkie. Dankjewel. Fijn dat je de moeite wilde nemen om naar ons toe te komen voor een gesprek. Het gaat over jouw zoon. Ja. Jouw zoon Gert-Jan. Die vorig jaar is overleden. Kun je heel in het kort iets vertellen over Gert-Jan? Gert-Jan, onze middelste, eerste zoon, was een heel muzikaal, actief jongetje. Heel creatief, heel muzikaal, maar kon nooit stilzitten, heel bewegelijk en moeilijk concentreren. Als kind al? Als kind, ja. Want hij is vorig jaar overleden, toen was hij 34. Ja. Heb ik goed, ja, hè? Ja. Goed onthouden. Hij was ziek. Zonder al te veel uit te wijden van over hoe dat gegaan is. Misschien wil je daar wel een heel klein beetje over vertellen. Ja, Gert-Jan die had narcolepsie, een slaapvaakstoornis. Maar dat is pas gediagnosticeerd toen hij 25 jaar was. En dat heeft eigenlijk zijn hele leven beheerst. Want wat houdt dat precies in? Narcolepsie is, zoals ik zei, een slaapwaakstoornis en het houdt eigenlijk in dat mensen die daaraan lijden kunnen op de gekste momenten zomaar ineens in slaap vallen. En juist ook op momenten als ze niet echt geïnteresseerd zijn, als hun aandacht verslapt. Dat is heel gevaarlijk dus, want ik bedoel, ik neem aan dat hij nooit heeft kunnen autorijden of... Jawel, jawel. Hij had, het was 4,25, had waarschijnlijk al een rijbewijs dan. Ja. Dat zal hem ontnomen zijn, neem ik aan, of nee, dat niet? Nee, dat mocht niet. Hij wel? Nee, ze kunnen wel autorijden en alles, alhoewel het eigenlijk af te raden is. Maar juist omdat die aandacht, als die aandacht verslapt, dus als ze niet meer ergens op gefocust zijn, dan vallen ze... In slaap. Dus juist eigenlijk bij het autorijden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand die epilepsie heeft, is er voor hem niet zoveel gevaar geweest, omdat hij dan bezig is en het dan niet zo vaak voorkomt. Woonde hij nog bij jou thuis? Nee, hij woonde niet meer thuis. Hij woonde in een begeleid wonenproject, wel zelfstandig. Oké. Hij was heel muzikaal, zei je. Ja. Waar uitte zich dat in bij hem? Nou ja, ten eerste, hij was al heel jong was hij aan de plaatselijke fanfare als drummertje, tamboer. En ook al heel jong was hij heel erg gefocust op uniformen en dat soort dingen. En is hij met 18 jaar heeft hij auditie gedaan bij de tamboers en pijpers van de Marinierskapel. En daar is hij ook aangenomen. Wat leuk, hij heeft dus eigenlijk twee passies kunnen verenigen om daar zijn beroep van te maken. Ja. Wat deed hij daar bij de zijn? Hij was tamboer hij moest eerst een mariniersopleiding volgen om tamboer te kunnen worden. En ook een verplicht tweede instrument leren bespelen. En dat was trompet. Trompet, ja. Oké. Dus hij was eigenlijk altijd, want dat was natuurlijk zijn hoofdpassie, hè, dat muziek maken en sport. Ik heb ook uiteraard in de voorbereidingen voor dit programma, heb ik hem, je zei, je moet maar eens kijken op YouTube en op internet. Dat heb ik ook gedaan. Er is heel veel over hem terug te vinden. Ja. Ook filmpjes die hij zelf plaatste op YouTube bijvoorbeeld. We gaan even luisteren naar een liedje dat Gert-Jan zelf op YouTube heeft gezet. Welk liedje is het dat jij uitgekozen hebt? Dat is het liedje Love of My Life van Queen. En daar was hij helemaal gek van. Gaan we kijken en luisteren naar Love of My Life door Gert-Jan Slagmolen. Love of My Life, een prachtig liedje. Had hij ook een Love of My Life?
Wel gehad, ja. Maar niet... Op dat moment? Niet op dat moment, nee. Goed, je zoon is 34 geworden. Hij is ziek, je weet wat hij heeft. Hoe groot is je zorg als hij dan alleen woont en je nooit weet, eigenlijk constant, want als moeder wil je altijd controle houden, denk ik, over je kinderen, hoe het met hem gaat? Die is heel groot. Ja, die zorg is er altijd. Die is altijd aanwezig. En dat wilde hij liever niet. Hij wilde liever niet dat wij bezorgd waren. Dus hij zei ook altijd, mam, maak je niet bezorgd. Er wordt op mij gelet. Oké. Hij heeft heel lang dus, zeg maar, via de Marinierskapel gewerkt. Hij heeft daar ook, hij is naar buitenland geweest enzovoort. Want Marinierskapel die reist wat af natuurlijk. Kun je daar eens iets over vertellen? Nou ja, hij is toen hij net beëdigd was als marinier. En, je wordt daarvoor beëdigd? Ja, je wordt daarvoor beëdigd. Je moet een mariniersopleiding doen. En hij zei ook altijd, dat doe ik om muziek te kunnen mogen maken. Want ook op zijn rouwkaart hebben wij geschreven een parodie op Jan Klaassen was trompetter. Oh, ja. In het leger van de prins, wat hij zelf ooit geschreven heeft. En dat heeft hij van gemaakt. Ik was eens trompetter in het leger van de prins. Ik marcheerde van den Helder tot den Briel. Ik was geen held en ik had geen geld. Maar trompetter was ik wel, in hart en ziel. Prachtig, dat is want hij schreef ook heel veel muziek. Zoals je zei, ga eens kijken op internet. Dat heb ik ook gedaan. En dan kwam ik op een site in één keer twee gedichten van hem tegen. En de ene gedicht vond ik heel melancholiek eigenlijk. En het andere gedicht was een beetje ondeugend. Ja, dat klopt. Dat paste ook bij hem. Ja, dat paste heel erg bij hem. Maar ik vond dus vooral de veelzijdigheid, zeg maar, die hij daarmee laat zien. Dus het schrijven van die gedichten, het schrijven van muziek, het maken van muziek. Vond ik wel heel apart eigenlijk. Hij was wel bezig met zichzelf te laten zien. Hè? Daar schrok je niet voor. Nee. Dat is, zo vertelde jij mij, ook de reden waarom je aan dit programma wilde meewerken. Ja. Omdat hij zelf ook altijd wel een beetje de publiciteit zocht. Ja, hij zocht zelf. Dus het is wel in de geest van Gert-Jan dat jij hier dingen over hem vertelt ook. Ja, zeker te weten. Ik vond het heel bijzonder om te zien dat... die muziek, dus even over die veelzijdigheid verder te gaan. Ik zag op een gegeven moment iets van Herman van Veen. Ja. Herman van Veen die nadeed op YouTube. He, je ziet hem eerst even heel ernstig bezig met zijn knopjes en zijn dingetjes. Ja. Alles instellen. En dan gaat hij ervoor zitten en dan doet hij Herman van Veen. En eigenlijk, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar vind ik dat een heel leuk moment om te laten zien aan de kijkers. Het YouTube-filmpje van Gert-Jan Slagmolen, waar die Herman van Veen nadoet. Waar die het liedje van Herman van Veen Hilversum 3 Dat zou hij fantastisch gevonden hebben. Laten we dat even zien. Hilversum 3 van Herman van Veen, gezongen door mijzelf. En nee, het is geen playback. Vroeger heb ik gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op zijn steiger staan. De melkboer lengde fluit en zijn melk een beetje aan. Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljassel, Jeruzalem. Alle vinters,
zien. Maar ieder had zijn eigen stem. Voor welke steiger kon een lied van Paljazo, Jeruzalem. Tussen het geratel van machines door klonk in de confectie een mooi meisjeskoor. Dromen van de prins van weet ik veel, die is aan het voeren naar zijn kasteel. Oh, de laatste Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Stijger klonk een lied van Paljazo, Jeruzalem. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied van Paljazo, Jeruzalem. Dit een geweldig om te zien. Die stem die hij echt zo probeert na te doen, hè, ja. Hilversum 3. Daarnaast heb ik nog hele andere genres. Behalve dat hij dus dat Love of My Life heel mooi zingt. Vond ik echt prachtig. Kwam ik ook nog een of ander rapnummer tegen. Ja. Als ik het goed in mijn gedachten naar boven haal, heet het Maatje? Het heet Maatje, ja. Kun je daar iets over vertellen? Is dat een nummer wat hij zelf geschreven heeft? Dat is een nummer die hij zelf geschreven heeft. Gert-Jan die was altijd heel erg betrokken op andere mensen, heel begaan met het leed van een andere. En in dit geval betrof het een vriend van hem, waar weer een vriend van zichzelf van het leven had beroofd. En hij deed dat wel eens vaker. Als iemand overleed in zijn vriendenkring, een ouder of zo, dan maakte hij een lied. En ook in dit geval, en ja, dat kwam zo uit dat het, ja, hij schrijft er zelf over, ja. Het beste nummer wat ik ooit geschreven heeft. Ik vind het ook een heel mooi nummer, je moet het maar eens opzoeken op internet. Het is alleen audio, dus we laten het niet zien, want het is een beetje saai voor de kijkers. Precies. Maar het nummer Maatje, is echt heel mooi. Wat ik ook tegenkwam, Kokkie, was een Facebookpagina die nog steeds levend gehouden wordt. Ja. Hoe kom je daar zo toe? Nou, wij hebben ervaren dat juist omdat onze zoon dus heel plotseling overleden is. Er was geen signaal vooraf. Hij is echt heel plotseling overleden. En was voor ons heel moeilijk om in te schatten wie moeten we nu een kaart sturen en wie niet. En onze oudste dochter die kwam op het idee om zijn overlijdensbericht op Facebook, op zijn Facebook te zetten. En daar hebben we zo gigantisch veel mooie reacties op gekregen, onverwachte reacties. Er zijn ook heel veel mensen daardoor naar zijn uitvaartdienst gekomen. Dat wij zoiets hadden van, nou ja, onze dochters met name ook, hè, twee zussen van Gert-Jan, die schrijven daar heel graag af en toe nog iets op. En zodoende hebben we die Facebook aangehouden, alleen heb ik hem wel op herdenking laten zetten. Dat kan. Ja. Ja, dat heb ik gezien en er zijn inderdaad vrienden en ook jijzelf. Zijn zussen die daar af en toe iets op plaatsen. En ik kan me voorstellen dat een zekere troost biedt, inderdaad. Ja, voor ons wel. Nou, wij vinden het fijn en Gert-Jan die zou dat zelf mooi gevonden hebben. Ja, absoluut. Zou dat mooi gevonden hebben. Ja, ik geloof het. Ja. Je schetst een beeld van een bijzonder persoon, eigenlijk. Hè? Ik heb hem niet gekend, maar als ik het zo alles bij elkaar leg, dan denk ik van een bijzonder persoon. Sowieso jammer als iemand natuurlijk, of jammer, wat een raar woord, dat bedoel ik niet. Vreselijk als je iemand op zo'n leeftijd moet missen, je eigen kind. En dan ook nog iemand die zo'n bijzondere gave had. Maar door die gave blijft hij wel
heel erg levend voor ons. Ja, ja. Voor jullie. Ja. Wij ervaren dat als een prachtige erfenis. Dat kan ik me voorstellen. Wij kunnen zijn stem terug horen wanneer we willen. We kunnen zijn gezicht zien, bewegende beelden. Ja. We hebben liedjes, teksten, alles van hem. En dat is onbetaalbaar. Jij hebt ook een gedichtje meegenomen, wat je graag wilde voorlezen als afsluiting van de uitzending. Zou ik je willen vragen of je dat nou voor wil lezen? Doe ik. Ik heb het in mijn telefoon staan, dus ik moet hem even tevoorschijn halen. Ik zal het toelichten natuurlijk, want het is nu bijna anderhalf jaar geleden dat Gert-Jan is overleden. En er is een heel periode van hard werken, rouwverwerken. Maar er is ook een bepaalde acceptatie. Maar toch schrijf ik hier. Ik zou zo graag om een hoekje willen kijken. Jou even zien, daar waar jij nu bent. Doe echt mijn best jou los te laten. Maar eventjes naar jou kunnen kijken, al was het maar een moment. Wat zou me dat toch wondermooi lijken. Weet zeker dat nooit meer, nooit echt went. Prachtig. Dank je. Echt heel mooi. Ja. Dat is ook een mooie gebaar naar jouw zoon toe. Wat precies jouw gevoel omschrijft en hoe het is. Ja. Ik heb nog één vraag. Hij is ook, zoals je mij verteld hebt, in Curaçao geweest. Ja. Kun je daar heel kort nog even iets over vertellen? Gert-Jan is inderdaad als tamboer, marinier, is hij gelegerd geweest op Curaçao. En daar had hij een fantastische tijd, geweldig. Ja. Heeft hij echt heel erg van genoten. En zijn slogan was altijd, mam, pap, dan nemen ze me nooit meer af. Precies. En met name, op die kaart staat ook, ik marcheerde van Den Helder tot Jan Tiel. Ja, precies. Dat staat ook op zijn graf. Ja. En Jan Tiel, een heleboel mensen weten niet, maar dat is een baai. Dat is op Curaçao. Ja. Nou, toen ik jou benaderde voor dit programma, vertelde ik je ook dat ik naar Curaçao ging. Toen zei jij van, daar liggen nog voetstappen van onze Gert-Jan. Wil je wat steentjes of schelpjes meenemen van Jan Tiel? Oh. Dat heb ik gedaan. Dan schiet ik toch even vol, Ellie. Ik heb het in een mooi doosje gestopt. Oh, fantastisch. Ik heb ze persoonlijk opgeraapt van Jan Tiel. En mijn hele familie zocht mee. En er zijn ook een paar die een paar schelpjes opgezocht hebben. Het zand hebben we niet los erin gedaan, maar in een klein flesje. Met Curaçao erop. En daar wil ik jou aanbieden als aandenken. Dank je wel. Ik vond het een heel fijn gesprek, Kokkie. Ja, en tot ook, slot gaan we nog heel eventjes kijken naar het allerlaatste liedje van Gert-Jan. En dat mag je even zelf aankondigen. Bij de uitvaarddienst van onze Gert-Jan hebben we het nummer gedraaid Soul Hiker. Wat hij zelf geschreven en gezongen heeft. En dat, daarin vertelt hij eigenlijk wie Gert-Jan was. Dus tot slot van deze aflevering van Ik Mis Je. Soul Hiker van Gert-Jan Slagmolen. Ik dank u voor het kijken. Tot de volgende keer. Today I'm gonna walk as far as I can. I'm climbing hills and mountains. They won't stop me. I'm free to do as I please. Then I will never be a slave again to civilized insanity. A rollercoaster ride, a ticket for free. My life is like a theme park and it opens every day. It's built for me. I never have to stand in line. Rides are for the taking and they're going faster every time. I roll another cigarette. I'm addicted to bad habits. I'm living on adrenaline. That's the way I am. Sure, I've got a few regrets. Got some wishes on my list, but I don't know what tomorrow brings, so I live what I still can. I'm a lover, I'm a fooler, I'm a hater, I'm a saint. I'm a human in a mammal kind of way. I'm a lover and a fooler without shame, but at least I'm grateful every single day.
far as I can. I'm climbing hills and mountains, they won't stop me. I'm free to do as I please, then I will never be the slave again to civilized insanity. A roller coaster ride, a ticket for free. My life is like a theme park and it opens every day. It's built for me. I never have to stand in line. Rides are for the taking and they're going faster every time. I'm a lover, I'm a fooler, I'm a hater, I'm a saint. I'm a human and a mammal kind of way. I'm a lover and a fool without shame. But at least I'm fucking grateful every single day. Stop me, I'm free to do as I please, then I will never be a slave again of civilized insanity, and that's the way it's gonna be.